Cornelis Ervogiers, live vanuit het huiveringwekkende spookhuis van Joyce de Drog. Ik ga beleefd zoals ik ben. Even tokken. Voilà. Het eerste wat ik zie is een poes. En dat is voor alle duidelijkheid een katje. Goedemorgen, schatje. Hallo, 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 hallo. Goedemorgen, Joyce. Goedemorgen, Kurt. Beetje lekker geslapen? Wel, ik had jullie eigenlijk al horen rommelen daarnet beneden. Dus, maar wat ik heb geslapen was lekker. Ja. Hoe zenuwachtig ben je nu? Kurt, ik ben aan het wakker worden. Hoe kan ik nu zenuwachtig zijn? En het is nog niet... Mag ik eens kijken? Het is na vier. Het is nog niet 4:45. Dus, ik lag nog heel goed slapen. Zal je zenuwachtig zijn als het 4:45 wordt? Die kans zit erin. Meestal slaap ik. Sta ik er niet bij stil. Goh, Kurt, wat een vragenronde. Zo vroeg, jong. Schandaal. Oké, sorry. Zullen we nu eerst samen douchen en dan... Lekkere koffie? Oké, goed plan om de dag te beginnen. Oké, Sven, we komen eraan. Cornelis Ervogiers, live van